Hallo mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe hoe maak je een mod. Dit is episode 15. Ik heb besloten om deze hoe maak je een mod elke 2 weken te doen. Of elke 1 week. Of ja, nou, elke 2 weken of om de week op maandag. En dan komt hij om 9 uur in de ochtend online. Maar deze keer gaat het over food effects. Dus dat zijn de effecten die je kan toevoegen aan je eten. Dus aan je food. De eerste die waar we... Waar ik over praat en zo en doen. Is een set potion effect. Dat is een potion die je dan kan toevoegen. En set always eatable. Dat betekent dat je eten altijd kan eten. Dus echt altijd. Dus hoef je niet te wachten tot de hungerbar. Het eerste wat je moet doen is. Je opent je Eclipse. Bij mij staat hier omdat ik Windows 8 heb. Hier staat hier. En als het voor jou ergens anders staat. Dan klik je daarop. Maar wat je moet doen is zorgen dat je een link met degene die je wil. Modding 1.6.4. Modding 1.7.2 is er al. Of Forge 1.7.2 is er al. Alleen 1.7.4 niet. Dus dan wacht ik even tot 1.7.2. Maar link hem dus al met je Eclipse map en oké. Okay. Dus we doen gewoon nog modden met 1.6.4. En dan wacht ik wel als er 1.7.4 recommended is, dan gaan we updaten. En dan maak ik er misschien wel een video over. Als het makkelijk is, dan maak ik er geen video over, want dan kan je gewoon terugkijken. En video's hoe je moet updaten. En als het de code is veranderd, dan maak ik er wel een nieuwe video. En maar ja, laten we beginnen. Het eerste wat je moet doen is in de beschrijving kijken. Dan zie je een Mediafire link met dit pakketje. En open dan dit tekstbestand. Wat je dan moet doen is naar je eten gaan. Even zoeken. Wij hadden pas eten gemaakt. Hier onze donut. Dit zijn al onze dingen. Hij zit bij de Crafty Snel tab. En als je dan dingen wilt toevoegen. Ga je dus naar mijn ding. Mijn tekstbestandje doe je. Ik doe eerst even deze. Want dan kan je hem altijd eten. Dat laat ik eerst wel even zien. Zo. En als je deze op true zet, als je dit krijgt, moet je er gewoon op wachten. Maar als je hier deze verandert naar true, als die verandert naar true, dan kunnen honden kunnen we dat eten ook eten. Maar ik wil niet dat mijn honden of doggies donuts eten. Dus ja. Maar als je dit iets krijgt, moet je er gewoon op wachten. En dan doet hij het vanzelf. Als je hier een error krijgt, dan moet je zorgen dat je deze voor deze zet. En dan werkt het wel. Dat is een hele rare error, maar zorg dat je hem dan aan het begin of ergens anders neerzet. Dan werkt het wel. En dan zal ik eerst laten zien dat set always eatable werkt. Dan ga ik zo, leg ik al deze dingen hieruit. Maar dan hebben we deze alvast gehad. Dan wachten we even totdat hij geopend is. En dat doe je en al die dingen toevoegen, dat voeg je dan ook hier bij je food toe. Anders dan wordt het anders. Als je het hierbij gaat zetten, dan bij je armor, dan krijg je een error. Dan werkt het niet. Dus ja, nou misschien is het ook wel als je bijvoorbeeld je helm opzet. Dat je dan ook food effect, potion effects krijgt. Maar dat denk ik niet. Even als naar ons Minecraft. En dan singleplayer modding. Gaan we even in die wereld. Gaan we even testen of je donut altijd kan eten. Even hier. Onze donut. Ik zal zo ook wel testen of het ook op armor werkt. Al die potion effect en zo. Maar zoals je ziet heb ik al mijn hungerbars. En ik kan hem gewoon eten. En nu heb ik nog geen potions. Maar ik kan hem wel eten. Bij een super golden apple is dat wel zo. Kan je hem ook altijd eten. En misschien bij andere dingen ook nog, maar dat kan ik even niet uit mijn hoofd zo verzinnen. Maar dan gaan we nu verder met deze. Dus quit je de game en dan ga je hierheen. Nou, ik wil misschien een potion toevoegen, bijvoorbeeld blindness of een andere potion. Doe Ctrl-C. En dan hier achter dat achter set alles eatable. Ctrl-V. En dan zie je hier een error potion. Die moet je importen, dus laat je muis eroverheen gaan. Dan import potion. Zo, dan is hij dus geïmporteerd. En hier is de naam potion. Als je naar de class potion gaat, dan control en dan opklikt. Dan zie je hier allemaal potions staan. Die kan je dan die kan je dan hier doen. Ik wil bijvoorbeeld, als je dan zo doet, punt.
Dus als dit bijvoorbeeld er staat en je ziet dit, ja, dit weg, dan zie je dat minuutje niet. En als je zo doet en je klikt op punt, zie je het wel. Maar ik wil bijvoorbeeld blindness. En als je dat hebt gedaan, dan is dat ID is goed. Daar hoef je niks meer aan te veranderen. En dan staan deze cijfers, die staan ervoor voor 30. Dit is de tijd. En dit is de hoeveel. 0 is eigenlijk 1. Dus, denk maar als je regeneratie hebt en als je regeneratie 0, ja, regeneratie 1 wil, hou deze op 0. Als je regeneratie 2 wil, zet je deze op 1. Maar ik wil regeneratie 1, dus ik hou hem op 0. En dit 0.8f, dat moet er gewoon blijven staan. Dat maakt niet zo heel veel uit, maar ja, misschien kan je het wel weghalen. Nee. Maar ja, dat 0.8f, dat maakt er niet zo heel veel uit, maar dat moet er blijven staan. En dan starten we hem even, dan gaan we even testen. En proberen het zo ook nog even met andere potions, zoals regeneratie en zo. Dus ik had er voor 30 seconden ingesteld en ik heb regeneratie 1. Even in onze singleplay wereld. Nou, even uit game mode. Want in creatief kan je niet eten. En als je hem dan eet, dan zie je dat je blindness hebt. We hebben blindness, 1. En we hebben hem voor 30 seconden. Dan zie je blindness. En wacht. Even zo doen. Oh. Oké, ik had nog melk erbij. Dus ja. Maar wat je dan moet doen, niet wat je dan moet doen, dus ga je naar die en dan gaan we even testen of het ook met andere potions werkt. En dan maken we bijvoorbeeld hier regeneratie en dan wil ik hem voor 60 seconden, dan wil ik hem level 3, dus dat is eigenlijk 4. Dus 3 is 4, zeg maar één getaltje omhoog rekenen, 0 is 1. 1 is 2 en 2 is 3. En dan gaan we nu testen of dat regeneratie ook werkt. Schiet op. En laat ook in de reacties achter welke, hoe maak je hem wat je de volgende keer wil. Ik zal even kijken wat ik op de volgende op mijn lijst heb staan. Sommige vragen om mobs, maar dan moet ik nog even nachecken, want ik doe eerst altijd de andere en daarna pas later. Ik zal even snel kijken. De volgende is genereren in de nether, dus hoe je je dingen in de nether kan krijgen. Dus ja, hoe heet dat? Bijvoorbeeld je ores in de nether kan krijgen, dat is dan de volgende. En daarna is het custom crops en custom farming ding en stuff en dingen. Dat is daarna. Dus we hebben hierna hebben we wat was het nou? Hierna hebben we genererende nether en daarna hebben we custom planten en crops zoals wiet. Graan, hoe je dat in Nederlands noemt. En zoals wortels en al die dingen. Je kan ook in de reacties achterlaten welke je dan de volgende keer wil, dan zal ik er naar kijken. Als het de dingen die ik later doe, die zijn er meer advanced, zoals hoe maak je een forge mod en dan mob. Dat is iets moeilijk, dus die laat ik even iets later. En custom boog en zo, dat doe ik allemaal later. Maar laten we even hierin gaan, weer in deze wereld. En dan eten we weer onze donut. En zoals je ziet heb ik regeneratie 4. En nu kan ik gewoon lopen en zo. Dus staat er ook voor 60 seconden. Dus ja, ik heb hem hier in dat tekstbestandje op 30 seconden en level 1 gezet. Ja, level. Eigenlijk 0, maar het is 1. Maar laten we nu nog even eentje proberen. En dan probeer ik het bij armor. Jump, level 99. Voor 30 seconden. Dat kan je gewoon doen. Je kan hem level 99 doen. Je kan hem level 100. Je kan hem level blablabla doen. Alleen soms is het zo als je
Als je dit doet. Of zo. Ja, kijk, als je te veel nummertjes in doet, geeft hij een error. Dus. Dus moet je even kijken wat de max is. Dit is de max. Ja, ik laat hem op 99, anders vlieg je wel heel erg hoog. En dan land je bijna nooit. Maar testen we alleen die nog even. En dan doen we even de armor proberen. Of als je hem dan misschien aantrekt, dat je dan die armor krijgt. Of die potion effects krijgt. Ik denk het niet, maar dat is gewoon even een test. Dan weet je dat je dat ook kan doen als het werkt. Dan kan ik deze wel sluiten. Ah ja, dat doe ik zo wel. Oh ja, hij staat erin. Nou ja, die kan je gewoon sluiten. En testen we deze even ook. We hebben nog steeds onze regeneratie. En wacht, ik ga even iets water openmaken, anders val je dood. Dan eet ik even mijn donut, mijn super donut. Zie je jump boost en als ik spring, 3, 2, 1. Wee! Zie je dus dat je heel hoog kan springen. Omdat ik hem level 99 heb. Hier bij die jump boots, daar dan zie je niet dat hier level 99. Maar het is wel level 99. En ja. Maar ja, pakken we nu even onze armor alvast. Kijken of je bij je helm bijvoorbeeld een potion effect krijgt. Dit was eigenlijk een test. En ik word even gebeld, dus ik zie jullie zo. En dan ben ik weer. Ik verander deze potion. Nu verander ik even naar regen. Ration. En dan doe ik hem even 30 seconden. Doe ik hem even level 1. En dan probeer ik het nu even bij die armor. Zet ik hem even hier achter. Doe ik zo. Want dan is het misschien zo wel als je hem equipt. Dat je hem dan. Wat je hem dan krijgt. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk het zelf niet, want ik geef nu al een error. Misschien als ik meer achter doe. Oh. Nee, dat werkt niet. Oh ja, wacht, misschien wel. Nee, dat werkt niet. Het werkt helaas niet bij armor. Maar ja, dat was hem dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. Vergeet niet te abonneren. Oh, dat had ik net al gezegd. En als jullie het leuk vinden, geef dan een groen duimpje. En abonneer voor andere leuke video's. Voor GTA glitches en gameplays van Call of Duty. En ook andere dingen. Ook soms nog wel eens redelijk Minecraft zoals nu. En ik speel nu iets meer op de Xbox. Maar ja, als jullie willen dat ik iets meer Minecraft doe, dan ga ik weer iets meer Minecraft doen met Wessel. En Wessel speelt op dit moment ook andere spellen. En ik speel nu meer GTA, want Wessel heeft zelf geen Xbox. Dus ja, maar laat ook in de reacties achter welke jullie volgende keer willen. En even zien dat ik kijk, even checken of ik nog regeneratie 1 heb. 4 gaan staan. Ja, regeneratie 1. Maar ja, bedankt voor het kijken. Geen abonneren en te liken en zo. Doei.